What is up YouTube? Dit is je favoriete pomper, back met een nieuwe video. Ik kom net thuis van werk, het is heerlijk weer. We gaan zometeen lekker barbecuen met de jongens bij de loods. Maar first things first, even met die tekkeltjes lopen. Hey Tikkie! Ja, rustig. Even snel lopen met ze. Oké, little change of plans. Ze zijn niet bij de loods barbecuen, maar bij een stuntspot hier in Amsterdam-Noord. Dus dat is wel leuk, kan ik gelijk mijn bandje even opmaken. Dus ik ga de bike in de bus gooien, doe boodschappen. Rijden we die kant op, gaan we even eten, een beetje oefenen met rondjes draaien. En dan later nog even die band vervangen en mijn collega helpen. Dus ik ga even de Busa inladen en dan gaan we even boodschappen doen. Oké, pompert, boodschappen zijn gedaan. We zitten daar achter mijn tas en nu zijn we bijna op de stuntspot. Even kijken hoe gezellig het is. Er gaat één T-Max off-road naartoe, zie ik al. Wat een pompert, niveau. Oké, ik ga even de bus parkeren. Oké, boys, ik heb even eten gedropt daar bij de chillspot. Die boys zijn daar. Het probleem alleen is, ze hebben hier een betonblok neergezet. Dus ik moet zo meteen hier eraf. En als we weggaan moet ik hier weer omhoog. En ik moet hier achter dat hek moet ik erop rijden. Dus het wordt even een avontuurtje. Maar kijk, dit is niet zo stijl. Maar deze is wel stijl zometeen. Het lijkt misschien niet zo. Maar het is best wel stijl zometeen met de Busa met gladde band. Dus die boys moeten hem eventjes omhoog duwen zometeen. We gaan even de Busa uitladen. En dan gaan we even een stukje off-road naar de stuntspot toe. Dit is niet anders. Kijk hier, ze hebben een hek gezet en een betonblok. Eikels. Oké, pompers, barbecue'tje. Hoor eens even daar al in de verte, Issy 020. Of Issy, ik weet even niet meer wat zijn Instagram is. Link staat in de beschrijving, uiteraard. Kijk hem gaan dan. Lekker grap. Busa staat hier ook. Jantjes zijn T-Max killer. Band is al best wel op van de Busa. Ik heb net even één klein rondje gedaan, maar er zit niet, ik zit er voor me, er zit niet heel veel profiel meer op. Dat gaan we zo meteen even killen. Killer! We gaan eerst nog even lekker eten hier. Niveau! Kijk, Jan ook gaan dan op die T-Max killer, jongen. Nee, jou uit de pomper te houden. Hij is nog steeds aan het crossen. Nog een pomper daarom. Way on the ball, that's it. Oh, supermotor, dik hoor. Heb je nou weer allemaal meegenomen, jongen? We gaan even barbecuen en even stunten. Hè? Neem gewoon een fles vodka mee. Lekker, pik. En met een Minnie Mouse beker, lekker. Nou, jullie zien dat ik ben even snel naar huis toe gereden. Even de flipmotor ophalen. Nu gaan we weer naar de stuntspot toe. En dan gaan we mijn band even opmaken. Jij kan me wel even helpen straks met mijn band vervangen, toch? Wauw, is het een lief vraag? Oké, dan. Ja, je moet hem even naar beneden houden. Ik ram hem er wel op. Dus we gaan weer even die kant op. Dit is Demi tegenwoordig, bellend.
Er zit nog een heel klein beetje leven in die band, dus we gaan hem even goed killen. Flip, jij even filmen voor me nog? Flip, heb gewoon wodka mee ook. Bye. Ja, man. Oké, dat was het weer. Dan niet. Ik kan het wel even goed zien. Ik denk dat hij dat wel pakt ook hoor. Maar hij is weer tot hij al morte. Jan de leraar, hè? Dokter Anders Drift. Doe jij het even dan? Doe het even voor. Doe het even voor. Debbie, jij anders. Ja, ik ben goed. Oké, tuning. Laat ze even wat zien nou jongen! One wheel Jan! Way on the ball! Way on, way on, way on! Je hebt Team Max Marok, dit is Team Max Irak. Kijk hem gaan nou jongen! Jeffrey Herlings jongen, Jeffrey Herlings, pak maar in! Gooi hem er even doorheen dan! Lekker pik! Lekker grap.
Oké, we gaan even die bike in de bus gooien, want ik moet even mijn collega slingen geven met zijn brommer. En dan gaan we daarna deze even vervangen. Oké, pompers, bus is weer leeg. We hebben de boes even in de loods gezet. We rijden net weg bij de loods. Nu ga ik even een collegaatje van me helpen. Het verhaal is, zijn scooter was gestolen bij zijn huis. En nu is hij teruggevonden in Noord, maar hij loopt niet meer. Dus hij zegt, wil jij met mij met je bus die brommer ophalen en bij de scooterwinkel voor de deur zetten? Ik zeg, grap, geen probleem. Dan kan die scooterwinkel hem weer gaan maken en dan kan hij weer lekker met de brommer naar zijn werk. Dus we gaan nu even die collega van me ophalen. Die brommer staat bij boven I, politiebureau, zei hij volgens mij. Ik ga het even checken in die gesprek, volgens mij zei hij boven I. En dan brengen we hem naar Diemen toe. Dan komen we weer terug naar de loods, doen we mijn bandje vervangen. En daarna ga ik lekker naar huis toe, dan zit de dag er weer op. Dus nu eerst weer even vanaf de loods richting Noord. Gelukkig is maar een klein stukje. Oké, pompers, we hebben even een beetje herrie van de compressor, maar we hebben ook even een beetje haast. Daarom begin ik maar gewoon met filmen. We zijn weer in de loods. Ik heb even mijn collega opgehaald met zijn brommer en in Diemen afgezet. De band is eruit. Nou, dat hebben jullie hem al 100 keer zien doen. De band zit in het bandenapparaat. Tot zover doet hij alles normaal, hè. Dus die doet het om de band eraf te drukken. Die armpjes doen het om die band erin te zetten. Alleen nu, hier zit dus normaal die elektromotor. Die drijft deze aan. Hier, oh. Dan draait hij rond en dan draai je hem zo eraf. Dat doet het dus nu niet. Dus wat ik of moet doen, is ik moet deze handmatig draaien. Zo. Nou, dat is helemaal ruk. Dus ik zit te denken om hier een soort van slinger op te maken. Dat ik hem zo kan ronddraaien. Wat ook kan, is dat ik nu dus gewoon met die lepel, en dat is eventjes een beetje vechten, die ertussen zetten zo. En dan gewoon stukje voor stukje eroverheen trekken, helemaal rond. En op een gegeven moment kan ik hem lostrekken. Dit is even, oh, dit is even kloten, dit is even worstelen. Maar ja, het komt wel goed. Het is alleen niet ideaal, want normaal druk ik gewoon op deze pedaal. Pap, pss, draait hij rond en dan ja. Maar die doet het even niet, dus we gaan even worstelen nou. Oké, we krijgen de band er dus niet af. Hij draait helemaal niet meer, ook niet als ik daaraan draai. Dus we proberen nu wat anders. Het rookt wel lekker. Pas je op voor een vellig? Ja, even checken. Oké, we gaan weer even proberen of we wat speling hebben. Oké, pompers, het is gelukt. Ik had ook een Michelin band gekozen, want die zijn wat zachter, dus die was makkelijk erop worstelen. Flip, wil jij voor mij wat doen? Ja. Wil je even naar die video gaan op YouTube, dat wij naar Daytona toe gingen? Ja. Daar hebben mensen gereageerd in de comments hoe ze bij mijn video's zijn gekomen. En een van die mensen die heeft die Daytona pet gewonnen. Wil jij even een winnaar uitkiezen voor ons? Wacht. Dus, naar de Daytona. Naar de Daytona vlog, ja. Dan ruim ik even mijn hamer op. En in de reacties moesten mensen achterlaten hoe ze bij mijn video's zijn gekomen. Dus dan moet je even naar de comment section. En dan moet je even iemand uitkiezen. Had ik mijn sigaretten meegenomen? Weet niet of ze nog in de bus liggen. Heb jij sigaretten bij hier dan? Ja. Maar nee, wacht, maar zitten ze hier in mijn jas? Nee, ze zitten niet in mijn jas. Dan pak ik voor jou van het keukie. Maar moet ik gewoon eentje random van zoals... Ja, wat jij wil, grap. Het is jouw feestje van gewoon. Ik zou gewoon random eentje kiezen, gewoon. Oké. Dan ga ik hem gewoon zo en dan... Inumine Mutten, 10 pond grutten. Wie heb gewonnen de alles voor uw werkplaats Daytona cap? Rit van Aslanoglu. Jezus, hij kiest ook weer een naam uit, hoor. Hey. Rit van... Ik heb het door... Aristo, Rit van Aslanoglu. Oké. Rit van, gefeliciteerd met je Daytona Pompet Cap. Contact me eventjes via Instagram of Facebook en dan ga ik zorgen dat die bij jou komt. Ook heb ik jullie niet verteld. Zit ik nou mezelf met viezigheid onder te smeren? Ja, lekker hier. Goed bezig. Is dit nou in mijn gezicht ook? Nee, valt mee. Oké. Daytona heeft me gecontact. Ze vonden het zo leuk dat ik die video heb gemaakt bij ze en dat we even die foto's hebben gemaakt voor Instagram. En ze zei, ja, het is wel leuk dat je die pet weggeeft, maar is het niet veel toffer om zo'n pet ook weg te geven? Nou boys, ik heb hem nu een paar keer gebruikt. Dit is echt een top paddockie.
Kijk eens even, wieltjes eronder. 4 wieltjes aan elke kant. Hij rolt echt prima. Top van die rubberen blokjes. Het ding is echt perfect. Die past echt bij heel veel motoren. Wat jullie moeten doen om deze paddock te winnen. Volg eventjes Daytona op Instagram. Abonneer op het YouTube kanaal van Daytona. Allebei die links staan in de beschrijving. En laat me weten voor welke motor jij die paddock gaat gebruiken. Maakt niet uit of het voor je vader is, voor je oom, voor je moeder, voor jezelf. Maakt niks uit. Volg ze op Instagram. Abonneer op hun YouTube kanaal. En laat me weten voor welke motor het is. En dan kies ik in een van de volgende video's. Ik geef jullie een paar dagen de tijd om te reageren. Dan kies ik een winnaar uit van de paddock. Ken ik ook winnen hoor. Jij kan ook meedoen. Ja. Ik ga hem niet uitkiezen, maar hij kan wel meedoen. Het lijkt alsof ik altijd word overgeslagen. Ja, jij bent ook stiefkind. Flip wordt altijd overgeslagen. Nee, dus ik vind het echt super tof van Daytona dat ze dat willen doen. Dat we een van jullie blij gaan maken met deze super dikke paddock. Ja, echt een top ding. Ja, die zou ik ook echt wel willen winnen. Hoor. Deze is echt vet, schat. Met die 4 wielen en die goede rubberen blokjes. Goed, hij is echt stevig. Dus nogmaals, volg ze op YouTube. Abonneer op YouTube. Volg ze op Instagram. En laat me in een reactie onder deze video weten voor welke motor jij die paddock gaat gebruiken. Dan heeft Daytona me ook nog een pakketje opgestuurd. Dus ze zeiden van, luister, ik vind het zo leuk, ik wil je nog een pakketje opsturen. Ik heb geen idee wat het is. Ik hoorde dat er een heel groot, heel zwaar pakketje thuis staat. Filip en ik hebben al een vermoeden, maar we gaan niks zeggen. We hopen het meer eigenlijk dan dat we een vermoeden hebben. We hopen het gewoon. Dus ik ga nu naar huis toe. Misschien dat ik hem nog deze video uitpak. En anders pak ik hem morgen uit. En dan zien we wat Daytona mij gestuurd heeft. Maar voor nu ga ik de bike naar buiten zetten. Flip gaat de bus pakken. Kijk eens even die snoeptrommel, jongen. Wat een upgrade voor de loods, jongen. Echt waar. Kijk eens even. Niet te geloven. Ik zou ze gewoon even lekker maken. Gewoon alleen even de doos gewoon even laten zien. Vandaag alleen even de doos laten zien. En dan morgen unboxen. Kan ook. Doen we dat. Vergeet jullie niet even te liken, te reageren en te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Want ik ga nu naar huis. Ga ik de hondjes uitlaten. Ga ik lekker slapen. Flip gaat ook naar huis. Die moet morgen weer werken. En dan zien we jullie morgen weer bij een nieuwe video. En vergeet niet mee te doen voor die top paddock, hè? Hey, dat is een beukertje, hoor, hé. Hey. Mazzel, Pompert.